Om in het main menu het menu-item kwaliteit en productinfo om te wisselen, ga ik naar menus, main menu. Hier zie je de menu-items staan. Om nu kwaliteit en productinfo om dat om te wisselen, dat is heel eenvoudig. Want ik klik hier op dit pijltje, Move Up. En nu staat productinfo staat achter Automall Sport. Als ik aan de voorkant kijk en ik doe F5, hup, daar zijn ze omgewisseld. Oké, dat is één. Ik mis de tekst nieuws. Nou, je hebt in de Article Manager heb je een aantal artikelen gemaakt. Eén van die artikelen die heet nieuws. En die moet ik dus in het main menu tevoorschijn toveren. Nou, daarvoor ga ik weer naar menus, main menu. Ik wil dus een nieuw menu-item maken. Dus ik klik hier op New. Ik wil verwijzen naar een artikel, namelijk dat artikel nieuws. En als ik nu naar dit enige nieuwsartikel wil linken, dan kan ik kiezen voor article layout. Maar ik kan het ook zo maken dat je meer nieuwsartikelen maakt, die dus wel in de categorie nieuws staan en die dan allemaal automatisch worden weergegeven. En daarvoor ga ik naar een category block layout. En hij moet dus een categorie weergeven en wel de categorie voedingssupplementen nieuws. Dat geeft hij dus straks weer. En de titel van het nieuws item heet nieuws. Nu klik ik even op apply. Dat betekent dat het menu-item is opgeslagen. Alleen dat dit scherm open blijft, zodat ik straks nog eventueel wat kan veranderen. Klik ik nu aan de voorkant op F5, dan zie je dus dat aan de achterkant het menu-item nieuws is toegevoegd. Wanneer ik daarop klik, dan zie je in dit geval het enige artikel nieuws. Maar ik zal nu dat enige artikel nieuws ga ik even kopiëren. Nieuws. Copy. Hij moet weer in de categorie nieuws komen. Huppakee. Nu heb ik er dus twee. Ik zal deze even nieuws 2 noemen. En ik maak hier even nieuwste formule van. Save. Klik ik nu aan de voorkant op nieuws, dan verwijst hij dus niet naar het enige artikel wat er net was, nieuws, maar hij geeft ook meteen het artikel nieuws 2, geeft hij weer. Je ziet hier dit nieuwste, dat was het tweede nieuwsartikel. Ik maak nog snel even een 3. Nieuws 3. Oh, sorry. Cancel. Copy. Die moet ook in de categorie nieuws komen. Save. Deze noem ik nieuws 3. En dit is de allernieuwste. Formule. Save. Klik ik nu aan de voorkant op nieuws. Dan geeft hij dus het eerste artikel weer en hij geeft het artikel 2 en het artikel 3 weer. En je ziet, de eerste geeft hij weer over de volle breedte en de andere twee geeft hij weer in kolommen. En dat zal ik in een ander filmpje nader toelichten.